Afgelopen weekend vond de Kom in de Kas plaats. Dit gratis evenement vindt jaarlijks plaats in meerdere locaties, verspreid door heel Nederland. Het thema van deze 46e editie was Groene Liefde. Met specifiek groene liefde voor elkaar, de sector, de kweker en producten uit de kas. Het evenement biedt een unieke kijk op de innovatie en techniek die glastuinbouw groot maakt. Ik ben hier bij Kwekerij Braam in Oosterhout en zij zijn vooral gespecialiseerd in pioenrozen. En hoe dat eraan toe gaat, wordt uitgelegd bij Kom in de Kas. We doen één keer in de sovjet jaar mee met onze regio met Kom in de kas. Dat is eigenlijk een landelijke bezoekdag voor kijkers en geïnteresseerden in de samen Ik verwacht ook wel een hoop mensen. Vorig jaar hadden we 2000 bezoekers. Voor was het al hartstikke druk. Dus ik hoop dat we ook weer 2000 bezoekers dat we kunnen krijgen. En ook een stukje te laten zien wat de mensen eigenlijk ook niet kennen. Heel veel mensen denken dat het allemaal machinaal gaat, maar het is ook heel veel handarbeid eigenlijk wel. dat kun je ook mooi uitleggen. Dus je kunt ook zien dat het in de kas vaak warm is, dat het ook wel afzien is om, om te snijden. En zo heb je ook, ja, je kan zien hoe je de gewassen teelt. Hoe je ze bespuit samen. we bespuiten met bladvoeding en zo. We doen heel veel met biologische bestrijding. Af en toe moet je ook wel eens een keer chemische bestrijding inzetten. En dat, dat is wel leuk om te laten zien kom in de komende kas. Maar wat is eigenlijk het geheim achter een goede pioenroos? Een topper is eigenlijk helemaal niet. Maar we we proberen steeds meer soorten te zoeken die makkelijk openkomen. En ook lang houdbaar zijn. Eigenlijk wel. En sommige mensen willen roze, sommige willen witte en sommige rooie. Dus we hebben ook eigenlijk alle kleuren staan van vroeg tot laat. Eigenlijk. Dus we hebben wel twintig verschillende soorten. Zodat de mensen kijken van vroeg tot laat. tot je zeven weken lang eigenlijk pioen kunnen kopen bij ons. Maar de mooiste pioenroos, dat is toch lastig kiezen? Mijn favoriete, ja. Ik vind eigenlijk alle, alle pionen wel mooi. Ik ben ook wel bloemen lief ik vind alle pionen eigenlijk wel mooi Ik wel. Eén jaar is rood trand, een ander jaar is wit trend. Dan is roze weer trand, dus dat is ook wel heel lastig en daarom moet je alle soorten hebben eigenlijk wel. Dus ik vind eigenlijk, de, de, de roze vind ik heel fris, maar ik vind een nieuwe rood ook wel heel mooi eigenlijk wel. En uh, ja, zo heb je ook twee kleuren, twee ik al. en je hebt een enkele en je hebt dubbele bloemen Ik vind eigenlijk alle bloemen eigenlijk wel mooi eigenlijk wel. Maar ik ben ook eigenlijk een bloemenman eigenlijk wel. Ik hou van bloemen.